Deze podcast wordt u aangeboden door Ab Hogeschool. Dag beste luisteraars, ik ben Jure Smits. Ik zit in de lerarenopleiding muziek en geschiedenis. En mijn hobby's zijn muziek maken en piano spelen, gitaar spelen. En hier naast mij zit mijn collega. Ja, ik ben Niels Wuits aan de andere kant van de micro. Ik volg ook de lerarenopleiding voor geschiedenis, maar zedeleer in plaats van muziek. En ja, mijn hobby's zijn wat onderzoek doen over van alles en nog wat. En ja, de geschiedenis van Japan, want dat later ook nog wel aan bod zal komen. Oké, en dat komt zeker aan bod in deze podcast, uiteraard. Inderdaad. Goed, wij maken deze podcast. Waarom maken wij deze podcast eigenlijk, Niels? Wij maken deze podcast eigenlijk in verband met het vak wereldgeschiedenis. Zeer interessant vak, waar we eigenlijk een beetje afstappen van dat traditioneel model van naar de geschiedenis kijken vanuit voornamelijk een westers perspectief. En we het eigenlijk veel globaler gaan trekken, waar we een heel verhaal over de mensheid kunnen vertellen eigenlijk, in plaats van een specifieke regio. Nu, wij delen onze podcast op in verschillende delen. En Niels is onze samurai-expert. Niels gaat dus wat meer hebben over de samurai. Ik ben dan eerder... Laten we dat nog zien, de ridders-expert. En ga ik wat meer over de ridders vertellen. En dan gaan wij later wat met spelvormen onze kennis wat proberen te testen. Ja, en in het grote deel, de inhoud van de podcast, gaan we eigenlijk vooral de samurai en de ridders op verschillende manieren vergelijken met elkaar. Want dat kan toch wel zeer interessant zijn. Oké, dan zijn wij klaar om eraan te beginnen. Welkom bij Vroeger was het beter! Samen met u gaan wij op reis door de tijd, een waar avontuur om een globalere geschiedenis te gaan onderzoeken. Dit allemaal om te ontdekken of het vroeger echt beter was. Deel 1, we beginnen met samurai. En we hebben het daarnet al gezegd, Niels is eigenlijk een beetje onze samurai-kenner. Hè? Jij bent met Japan bezig, Niels. Soms, ja. Ja, ja. Nu, wat zijn samurai eigenlijk? Ik zou heel graag willen weten, concreet, wat zijn samurai? Ja, dus samurai, hoe dat die vandaag de dag een beetje bekend zijn ja, als die eerzame of krijgers met veel eer van het Japanse verleden. Nu, dat is... in grote mate wel correct, maar er zijn toch wel wat nuances dat gemaakt moeten worden. Maar om daaraan te beginnen, kunnen we best eerst beginnen met hoe dat die samurai eigenlijk zijn ontstaan. En die zijn eigenlijk, ja, de eerste samurai, komen eigenlijk op in Japan heet dat de Asuka-periode, en die loopt van 538 tot 710 na Christus. En daar ontstaan die samurai eigenlijk na een aantal staatshervormingen, wordt er officieel een krijgersklasse ingevoerd door de keizer van Japan. En die krijgersklasse, dat zijn echt elite-krijgers. Ridders te paard zou je ze eigenlijk kunnen noemen. Allee, nu maak ik al een beetje een vergelijking met de ridders. Mm-hmm. Maar zo waren ze in die tijd een beetje op gelijke voet gezet. Ze werden ook vaak een beetje verheven tot de adelstand. Maar dat was een tijdje later. Waar dat ze dan ook eigendom kregen, zoals land, onderdanen... En die krijgersklasse die klimt eigenlijk stilaan op naar een bestuurdersklasse. En de bestuurders van een regio in Japan worden daimyo genoemd. Dat is een belangrijk begrip dat later ook nog wel gaat terugkomen. Maar we zien dus eigenlijk in het begin van de samurai eigenlijk zien we een overstap van krijgers naar landheren en echt leden van de adel. Ja, dus we zitten met van krijger naar landheer. En tijdens de Heian-periode, die eigenlijk begon in 794 na Christus en liep tot 1185 na Christus, wordt er eigenlijk waarschijnlijk een van de meest bekende aspecten van de samurai, de Bushido, de weg van de krijger eigenlijk, wordt die volledig uitgeschreven en opgesteld. En die Bushido, een beetje kort uitgelegd, dat zijn een aantal gedragsregels van wat dat samurai moeten zijn en wat dat die moeten doen en hoe dat die eigenlijk zichzelf moeten gedragen. En daar zitten zaken tussen zoals, je moet echt absoluut loyaal zijn aan je heer, als ze zelf dan al geen heer waren natuurlijk.
Je moet altijd respectvol zijn tegenover de mensen. Je moet echt een voorbeeldpositie opnemen binnen die samenleving. De echte gentleman uithangen. De echte gentleman, ja. Inderdaad. Hè, want samurai, dat waren echt heel geleerde mensen in die tijd. Die konden schrijven, hielden zich bezig met poëzie, klassieke geschriften. En ook de boeddhistische cultuur, die dat eigenlijk uit het Chinese vasteland eigenlijk werd overgebracht in een tijd, werd ook echt geïntegreerd in die Bushido-code. En dus we zitten daar ook echt met een vorm van zen-boeddhisme dat daarin wordt geïntegreerd. Maar dan, dat echt zen-boeddhisme, dat komt pas ietsjes later. En want we zitten in die Heian-periode, dat was eigenlijk een periode gevuld met conflict. Hè. Dus in deze tijd waren samurai echt de krijgers die je echt vaak op het slagveld tegenkwam. En als je er zo eentje voor je had, zo'n edele mens, te paard, met zijn volledige wapenuitrusting, want heel indrukwekkend panzer hadden die meestal. Een beetje licht in vergelijking met de Europese panzers dat we meestal associëren met ridders. Maar toch zeer functioneel, want functioneel en heel decoratief. Hè, want samurai moet bijvoorbeeld... ik kan een situatie schetsen. Hè. Op het slagveld kom je een samurai-krijger tegen. En die is volledig uitgedrukt in de wapenuitrusting. En op zijn gezicht, je kunt zijn gezicht niet zien, draagt hij het masker met eigenlijk het symbool van een demon. En dus moet u bedenken... Ik heb al bang. Ja, inderdaad. Dus dat is meestal versierd met echt van die duivelstanden, felle kleuren. En dat is echt een spektakel als je die op het slagveld tegenkomt. En dus we zitten nog altijd in die Heian-periode. Een oorlog vol met conflict, veel oorlogen. En op het einde van die Heian-periode komen we met een heel belangrijk persoon, Tokugawa Ieyasu. En die man, heel moeilijke naam om uit te spreken. Ik zal proberen om mijn best te doen. En die man is er eigenlijk in geslaagd om... op een gegeven moment, Japan was in die tijd nog heel versplinterd. Veel verschillende afzonderlijke regio's die daar een eigen bestuur hadden. En die man was er eigenlijk in geslaagd, mits de hulp van een aantal van zijn voorgangers, om eigenlijk heel Japan te verenigen onder één centrale staat. En die centrale staat, we noemen dat de Edo-periode. Omdat de hoofdstad lag toen in Tokio, wat dat toen nog Edo heette. En dus de periodes in Japan verwijzen meestal naar waar dat de hoofdstad lag. Misschien een interessant weetje tussendoor. Okay, ja. Dus die Edo-periode werd er eigenlijk een heel strikt klassensysteem gevolgd. En dat heeft eigenlijk ook ervoor geleid dat er 200 jaar vrede was in Japan. Ze noemen dat soms wel eens het Pax Tokugawa, in de zin van het Pax Romana van keizer Augustus, van het Romeinse Rijk. En die 200 jaar vrede, je kunt bedenken, een samurai, echt een krijger, die zal er niet veel te doen hebben. Dus tijdens die periode neemt de samurai eigenlijk een volledig andere rol aan. In plaats van te leunen naar het krijgersdeel van de samurai, gingen ze echt leunen naar het intellectuele deel, het ontwikkelen van die Bushido-code eigenlijk, en het naleven van die code als voorbeeldrol voor het wijde publiek. En daardoor namen die ook heel vaak ambtenaarsposities in, hielden ze zich bezig met culturele bezigheden enzovoort. En uit die periode eigenlijk, het moderne beeld van de samurai is vooral genomen uit de Edo-periode. Dus de gedrags, de manier van gedragen, de manier van spreken en ook de manier hoe dat ze eruit zien. Want moderne samurai, moderne media, denk dan bijvoorbeeld aan films van Akira Kurosawa. Heel bekende Japanse regisseur. Seven Samurai is daar een hele goeie van. Ja. Inderdaad, The Hidden Fortress zou ik ook zeker aanraden. Hidden Fortress, oké, die schrijf ik op, Niels. Ja, inderdaad. Fantastisch. Die heeft eigenlijk de afbeelding van de samurai uit de Edo-periode. Daar zit nog wel wat nuance in, want je kunt bijvoorbeeld een verschil maken tussen echt een samurai, dat is een krijger met meester, om het zo een beetje te zeggen. Dus dat is een samurai die effectief dient onder zo'n daimyo. En dan heb je de ronin, dat zijn eigenlijk samurai zonder meester, die dat eigenlijk ronddwalen op het land. En die ronin eigenlijk, dat tekent het beeld van de samurai vandaag. Eigenlijk een beetje de moderne nomads, zo. Ja, inderdaad. Om het een beetje in perspectief te brengen, de cowboys van de westerns. De cowboys van de westerns. Ja, dus mensen die daar ronddwalen doorheen het land, soms goede dingen, soms slechte dingen. Het wilde oosten. Het wilde oosten, ja. Inderdaad. Dat is eigenlijk de culturele positie dat ze dan een beetje innemen, de samurai. En dan komen we wel stilaan aan het einde van de samurai-periode. Dat komt met de Meiji-restauratie. En dat is eigenlijk het einde van die 200 jaar vrede van dat Pax Tokugawa, waar dat op een gegeven moment de Verenigde Staten aan de deur klopt van hallo Japan, wij willen dat jullie de grenzen openzetten en handel drijven met de rest van de wereld. Ja. En dan begon Japan eigenlijk met een hele reeks staatshervormingen, waardoor dat het leger, het bestuur en eigenlijk alles een beetje verwesterd werd.
En dus ze volgden een beetje dat Amerikaans, dat Engels model van ja, staatsvorming. Waardoor dat de rol van de samurai eigenlijk volledig wegviel. Er zijn een aantal samurai-families die daar ja, mee geïntegreerd zijn in dat leger, dat nieuwe leger. Weliswaar zonder hun oude uitrusting en een beetje het afgeven van hun waarden. Maar ja, dan krijg je natuurlijk ook wel een aantal bekende opstanden van de samurai die dat volledig tegen die verwestering zijn eigenlijk. Ja, dan krijg je bijvoorbeeld de slag bij Shiroyama. Sabaton heeft daar een heel leuk liedje over gemaakt, als je een beetje wilt weten wat dat daar gebeurd is. En dat, ja, dat eigenlijk het einde van de samurai, hoe dat ze echt hebben bestaan in het verleden. En dan komen we later bij vooral de 20e eeuw terug. Hoe dat die terug een nieuw leven krijgen binnen ja, popcultuur en ja, een algemene rol in films, zoals bijvoorbeeld Akira Kurosawa. Ja, inderdaad. Oké, heel interessant. Nu, nog één vraagje naar jou. Manier van oorlogsvoeren, daar ben ik ook nog benieuwd naar. Hoe gingen ze oorlog voeren? Hey, je hebt hun panzer al uitgelegd en zo. Ja. Hun wapens misschien, dat nog wel interessant is. Ja. En hoe dat ze ja, oorlog gingen voeren. Ja, wel, dat is inderdaad iets heel interessants. Want een heel kenmerkend ding van de samurai, dat is natuurlijk hun katana. Hè, een zwaard met maar één snijzijde, dat echt verhemeld wordt als het beste zwaard ooit gemaakt. Ja. Nu, ik ga wel wat mensen teleur moeten stellen door te zeggen dat dat niet het geval is. Het hoofdwapen van de samurai was nooit de katana. De katana was eigenlijk eerder een wapen voor zelfverdediging. En dus ze hielden het altijd wel op hun zijde. Maar dat is niet waar dat ze mee ten oorlog trokken. Hè, want... Dus al die beelden van al die samurai met hun zwaarden, met hun katanas, zo'n cool zicht, dat is eigenlijk... Een beetje fake. Een beetje fake, niet waar. Het is een beetje fake nieuws. Okay. Het is waar in een bepaalde zin, maar dan kijken we bijvoorbeeld naar de samurai in de Edo-periode, waar dat ze eigenlijk hun krijgersrol zijn, is afgenomen eigenlijk. Daar liepen ze nog wel rond met een katana en durfden ze soms wel eens te gebruiken om iemand dat die aanstond neer te steken. Maar dat is niet echt wat ze mee ten oorlog trokken. Okay. Want de wapens dat ze wel gebruikten, dat is eigenlijk een beetje te vergelijken met de rest van de geschiedenis, was niet een zwaard, maar een speer. In Japan heette die speer een naginata. En om een beetje een beeld te vormen, kun je eigenlijk bedenken een katana, maar dan op een lange stok. Okay, dus zelfde soort wapen, maar toch net iets anders, meer bereik, waardoor het veel praktischer was om... Ja, dat te gebruiken. Ja. Want samurai waren natuurlijk ook krijgers te paard. En met een speer en een paard, die combinatie, die kan wel heel dodelijk zijn. En natuurlijk ook het klassieke boogschieten werd ook toegepast door de samurai. Vooral in die eerdere Asuka- en Heian-periodes. Oké. Okay. En ik veronderstel dat ze ook te paard gingen. Dus ja, inderdaad. Okay. Dat is ook een beetje de reden waarom dat die vaak ook tot de adelstand verheven worden. Omdat die dan genoeg geld en middelen hadden om een paard eigenlijk te onderhouden. Oké, Niels. Het was al heel interessant. Ik zou wel graag een bekende slag of een bekend gevecht of een grote slag die de samurai heeft gevoerd, zou ik eigenlijk nog graag eens willen horen of willen weten van jou. Ah, wel, dan mocht je voorbereiden op echt een geweldig verhaal. Oeh. Het einde van de samurai eigenlijk. Oké. Ja, ik heb die naam daarnet al aangehaald en dat was de slag bij Shiroyama. En dat is eigenlijk echt de laatste stand van de klassieke samurai. Want we zitten in die verwestering van Japan. Het keizerlijk leger is volledig opnieuw uitgerust met vuurwapens van Portugese makelij, van Amerikaanse makelij, van overal behalve Japan. Westerse uniformen, moet u bedenken, in de zin van Amerikaanse soldaten van die tijd. En dat leger stelt zich eigenlijk tegenover die klassieke samurai, nog steeds in hun ouderwetse uitrusting met hun katanas, met hun naginatas, met hun taichi, een grote katana. En die staan op een gegeven moment echt tegenover elkaar in Shiroyama. Dat is de plaats waar die samurai eigenlijk besloten om hun laatste stand te houden. Want dat conflict is eigenlijk een beetje ontstaan doordat ze een opstand wouden voeren tegen de keizer en hoe dat hij het land aan het veranderen was. Hun sociale status werd afgenomen, hun belang binnen de cultuur werd afgenomen en ze konden zich eigenlijk niet meer integreren in dat nieuwe Japan. Dus ze besloten om in opstand te komen en dat is uiteindelijk dan geëindigd in de slag bij Shiroyama. En dan moet u eigenlijk een beeld voorstellen, dat westerse leger, volledig uitgerust met moderne wapenuitrusting. Tegenover die klassieke samurai eigenlijk, de paard, die dat de berg afstormen, zwaarden getrokken, katanas getrokken, echt klaar om te sterven voor hun doel en voor hun waarde eigenlijk. En
ja, dat westerse leger dat er op los aan het schieten is. Hè. Paarden vallen neer, samurai vallen van hun paard af. Geschreeuw, geknal, wapengeklitter. Uiteindelijk ook een aantal schermutselingen tussen voetsoldaten en samurai. En je moet je bedenken, je staat tegenover zo een getrainde krijger uit die verleden. Eigenlijk. Met zijn eng masker. Met zijn eng masker, ja. Inderdaad. En die dat eigenlijk proberen om te overleven, om hun eigen cultureel erfgoed voor te kunnen zetten. Is heel tragisch geëindigd met eigenlijk het volledige, het leger van de samurai, volledig uitgemoord, geen kans op overwinning, maar ze hebben zich echt in een beetje die eer van Bushido, hebben ze nog ten strijde ten onder gegaan in echt een spectaculaire strijd. Wauw, oké. Dat, dus het laatste naak van de samurai dat we gehoord hebben, of de laatste slag. Ja, inderdaad. De laatste keer dat de samurai echt een actieve rol binnen een oorlog op zich namen. En dat is dan eigenlijk het verzet tegen Japan. Wauw. Wist je dat? Ja, oké. Wist je dat? In Japan, dan spreken we vooral over de Heian-periode en de Edo-periode. Dus die tijd waar de samurai echt als krijgers opgesteld waren, in die periode was ze eerder een culturele rol innamen. Was er eigenlijk, dat wordt niet vaak gezegd in de geschiedenisboeken, maar was er eigenlijk zeer veel sprake van homoseksuele relaties tussen verschillende samurai. Oké. Dus dat is eigenlijk een beetje een leraar-leerling dynamiek dat is geworden. die dat dan ook in een romantische of soms zelfs seksuele relatie stapte. Dus hoewel dat door vele geschiedenisboeken een beetje uitgelaten worden en dat niet officieel in de Japanse geschiedenis zit verwerkt, was er dus duidelijk wel een acceptatie van homoseksualiteit binnen die samurai-kringen. Okay. Wat dat best wel iets interessants is. Ja, oké. En dan heb ik nog een tweede weetje. Want wist je dat de titel van samurai niet enkel op basis van je afkomst gegeven kon worden? Want er zijn ook westerlingen die de titel van samurai hebben gekregen, onder wie een Nederlander zelfs. Een Nederlander? Een Nederlander, inderdaad. En zijn naam was Jan Joosten van Lodenstein. En dat was eigenlijk een handelaar die dat op een gegeven moment in een beetje een conflict betrokken is geraakt. En zich uiteindelijk zo heeft onderscheiden voor de keizer en de shogun. Waardoor hij de titel van samurai heeft gekregen. Dus hij kreeg dan ook ineens de privileges om een katana te dragen in het openbaar. Hij kreeg ook een stuk land in Japan, waar dat hij dan een tijdje heeft gewoond. Zo heel veel is niet over die mens bekend. Maar hij heeft, volgens een bepaalde bron, heeft hij wel de rest van zijn leven in Japan op zijn stukje land doorgebracht met die titel van samurai en die privileges eigenlijk. Dus het is een positie dat je kan verdienen. Ja, oké. Ja. En dan als derde weetje. Wist je dat tijdens de Edo-periode in Japan, dat samurai eigenlijk heel arme mensen waren soms? Arme mensen. Arme mensen, inderdaad. Dat was een heel interessant klassensysteem eigenlijk, waar dat de mensen die eigenlijk het meeste macht hadden, het minste inkomen konden verdienen. Want er was een hele strikte structuur van landbouwers, handelaars en samurai. Dat is heel simpel uitgelegd, maar zo houden we het een beetje kort. En die samurai kregen eigenlijk inkomsten van de centrale regering, maar die waren vaak niet genoeg om rond te komen. Waardoor dat samurai eigenlijk bepaalde sidejobs begonnen doen, die dat ze eigenlijk niet mochten doen. Hè, want volgens die strikte klassenregulering eigenlijk, mochten zij niet werken voor een loon of niet aan landbouw doen of whatever. Waardoor dat die zaken gingen maken zoals parasols maken. Echt heel zotte dingen. Parasols maken, vissen kweken, snoep verkochten. Dus echt heel van die kleine... ludieke dingetjes eigenlijk, dat die begonnen doen om toch nog wat inkomsten te verdienen en wat makkelijker rond te komen. En die gebruiken van vissen kweken en
vissen vangen en die parasols en zo. Dat zijn bepaalde zaken die je nog altijd ziet terugkomen op bijvoorbeeld Japanse festivals, in kraampjes en zo. En dus als je bijvoorbeeld het kerstbloesemfestival in Japan, heel groot gebeuren, dan zijn er meestal van die marktjes, van die eigenlijk soort kermissen, dat worden opgesteld en die gebruiken van die samurai, dus parasols maken, vissen vangen en whatever, die zie je daar ook altijd terugkomen. Oh. Dus die hebben echt wel een beetje een culturele stempel gedrukt op die kleine jobs eigenlijk, dat ze hebben gedaan om rond te komen. Wauw. Oké, dat was dan voor de weetjesronde. Dankjewel, Niels. Inderdaad. Goed, ik heb toch al wel, tijdens uw uitleg heb ik toch een aantal gelijkenissen gehoord met hetgeen dat ik nu ga vertellen. Alright, super. Dus het was heel interessant. Dankjewel, Niels, daarvoor. En dan gaan we nu over naar deeltje 2 van de ridders. De ridders. Jurre, dan ga ik nu de bal in uw koord werpen. Ja, En ik ga aan de eerste vraag beginnen. Wat zijn de ridders nu? Kun je mij eens uitleggen wat dat... Wat zijn de ridders? Niels, je komt met een vraag af. Ongelooflijk. wat zijn de ridders? Ik ga daar rond eerst wat context moeten geven. Hè? Want ridders, dat associëren we meestal met de middeleeuwen. En de middeleeuwen moet ik even in de tijd gaan situeren. Dat is van 500 tot 1450 na Christus. En we gaan ons eerst situeren in Europa. In Europa. En we zitten bij die donkere middeleeuwen. Maar kunnen we dat wel donker noemen, Niels? Dat is inderdaad een hele goede vraag. Dat is een goede vraag, want meestal zeggen ze dat wel over de middeleeuwen. Zijn die wel donker geweest? Hè? Er zijn heel veel dingen gebeurd. Maar het zijn toch wel dingen waar we mee moeten rekening houden. Hoe dat ze er toen over dachten, maar hoe dat we er nu ook over dachten. En dat heeft ook invloed gehad op hoe wij kijken naar ridders bijvoorbeeld. Nu, in de middeleeuwen kijken we ook naar een theocentrische maatschappij. We zien veel rond godsdienst gebeuren. Ja. Godsdienst was alles voor die mensen op een bepaald punt in de middeleeuwen. Dat was echt... Dus theocentrisch is ook nog een beeld van die context. Nu, beeld jezelf in dat je boven op een wolk zit en je kijkt naar beneden, naar een middeleeuws dorpje. Dus je gaat helemaal terug naar 500 tot 1450 na Christus. Ja. En je ziet daar naar een mooi middeleeuws stadje. Dan zie je daar allemaal gebouwen rond de kerktoren. Dus iedereen zit hier rond die kerktoren. Huisjes die van hout zijn gemaakt. Houten en rieten daken. Noem maar op. Veel markten. Dus je ziet veel bedrijvigheid. Je ziet marktjes met veel kindjes spelen. Je ziet mensen vis verkopen, bloemen verkopen. Noem maar op. Maar allerbelangrijkst zien we eigenlijk in zo'n middeleeuwse samenleving dat er een standensamenleving is. En dat is toch wel heel belangrijk in ons verhaal als we naar de ridders gaan kijken. Want die standensamenleving die heeft er eigenlijk ook voor gezorgd dat die ridders erin zouden komen in die standensamenleving. Want de ridders die zaten eigenlijk in de tweede stand. In de stand van de adel. En dat hebben we net bij de samurai ook gezien. Dat hebben we gezien. De strikte standensamenleving. De strikte standensamenleving. En we zitten bij die adel, waarbij we die ridders dus kunnen indelen. En die standensamenleving, je kwam in een stand terecht door geboorte. Door middel van geboorte ging je in een stand terechtkomen. Een beetje algemene informatie van de ridders. Wat doen die eigenlijk? Wat was hun positie binnen eigenlijk? Die tweede stand. Dan. Nu, ridders eigenlijk waren dat een soort van elite soldaten van de middeleeuwen. Je moet je inbeelden, in de middeleeuwen was er geen staand leger. Hè? Dus er was niet een leger waar ze ineens op konden rekenen en konden inzetten om de oorlog te gaan. Hè? Ja. Dus wat gingen koningen doen? Koningen die gingen de macht ontlenen aan krijgers. En die topkrijgers, dan zitten we bij de ridders. Hè? Dus die topkrijgers, dat waren die ridders. Ook ridders dan uit de adelstand? Of komt dat uit de adelstand, ook ridders uit de adelstand enzovoort. Ja, inderdaad. Nu, die titel, ridder, of toen ook wel rijder, vandaar komt die titel ridder, rijder, die kon je bemachtigen door de militaire dienst te doen. Hè. Ja. Dus er was een soort militaire dienst die je kon doen. En dan kreeg je de titel van, ik ben een ridder. Hè. Je werd op de ridder geslagen en dan ben je dus een ridder geworden. En was dat enkel binnen de adel dat je dat kon worden? Ja, enkel binnen de adel. Dat gebeurde dus enkel binnen de adel. Voedsel, dat kon je niet geridderd worden? Nee. Dus inderdaad hebben we drie standen, die bovenstand. De koning, die ging, de grootste, of de priesters, die gingen natuurlijk geen ridders worden. Dus de adel die ging zich daar voornamelijk mee bezighouden. En de boeren, die moesten op hun veld werken. Die werden niet geacht om ten oorlog te gaan. Voilà. Nu, die militaire dienst, daar moeten we ook naar gaan kijken, dat een jarenlange training was. Een jarenlange training die van kinds af aan eigenlijk begon. Dus stel dat je die training wou doen, dan moest je van kinds af aan, dus vanaf je 12, 14 jaar, moest je daar echt aan gaan beginnen.
Nu, je zat ook wel 14 jaar in de leer, hè? Ja. Voor zo'n training, hè? Om een ridder te worden, moest je natuurlijk een hoop regels leren, een hoop gevechtstechnieken, noem maar op. Hè? Dus het was echt een gevechtstraining van 14 jaar. Ja. Dus dat was echt wel pittig, zeker voor een klein mannetje. Moet je inbeelden. Dat zijn nu een beetje beroepsmisvorming. We kijken dan naar het onderwijs. Dat is eerste middelbaar, ja. Die dan ineens een riddertraining krijgen. Dat is toch redelijk pittig, denk ik dan. Zeker wel een job dat je voor de rest van je leven dan zult doen. Ja inderdaad. Ja. Nu, die ridders die waren ook in dienst van een baron en een graaf. Dus eens dat die waren opgeleid, konden die ingezet worden. En die waren dan in dienst van een baron, van een graaf, van een hertog. Het zouden zelfs bisschoppen kunnen zijn waarvoor ze in dienst kwamen. Kerkelijke ridders. Kerkelijke ridders, ja, ridders. Inderdaad. Ja. Waar komen die eigenlijk vandaan? Wanneer komen die op? En waarom zijn die eigenlijk als deel van die adel eruit voortgekomen? Ja, ja. Nu, ja... Dus een beetje de oorsprong, hè? Een beetje de oorsprong, ja. De oorsprong, ja. Oké. Okay. De oorsprong die ligt eigenlijk voornamelijk in de vroege middeleeuwen. Hè. Dus de middeleeuwen kunnen we opdelen in een aantal periodes. En de vroege middeleeuwen, dat is een redelijk vroeg in de middeleeuwen, klinkt logisch, hè. Maar in de vroege middeleeuwen zijn die eigenlijk gaan opkomen. En dat kwam eigenlijk door de opkomst van het feodalisme. Dat waren die leenstelsels. En met dat er ineens dat feodalisme in die samenleving kwam, kwam er een soort gaatje vrij in die standensamenleving, in die klasse. Waarbij er dus een plekje vrij was voor een klasse die meer militaire macht ging uiten. Ja. He, dus dat feodalisme heeft er echt voor gezorgd dat er dus een plek vrij was, een vacature, om het zo te zeggen, voor een klasse met militaire macht en die dat ging uiten. Ja, die militaire de leegte macht. Dat moest opgevuld worden. De leegte die moest opgevuld worden, inderdaad. Ja, voilà. En dan vraag ik mij ook wel af hoe dat hier dus eigenlijk in de oorlog stapt. Hè, want daarnet heb ik het een beetje uitgelegd hoe dat in zijn werk ging bij de samurai. Maar was dat bij de ridders dan hetzelfde of was dat toch net iets anders? Wel, daarnet was je aan het uitleggen en ik was echt aan het denken, er zijn echt wel gelijkenissen. En die zag ik onder andere ook wel in het oorlogsvoeren wel een beetje terug. Hè. Nu, ik ga beginnen met de uitrusting. Daar waren minder gelijkenissen in, de uitrusting. Als we kijken naar een ridder, Niels, hoe ziet de ridder eruit, denk je? Hoe dat ik mij een ridder voorstel, is echt van top tot teen beplaat met ijzeren platen, metalen platen. Waardoor dat ze eigenlijk niet zo goed kunnen rondlopen, natuurlijk. Nee. Inderdaad, ja. Zoals je zegt, hè, het is ijzeren harnas tot en met. Hè, dus er is geen streepje vel dat je nog kan zien. Dus, alles is bedekt. Ja, alles is bedekt, inderdaad. Ja. Kunnen zo een kerk binnenstappen. Zo een kerk binnenstappen, inderdaad. Ja, maar dus... Ja, we zien dus inderdaad alles ijzer, hè, of alles harnas en tot en met. Als we van boven naar onder kijken, zien we een helm. Hè, dus de klassieke helm zoals je die kent. Ja, grote ijzeren helm die mogelijk ook open kan gedaan worden. Zo'n beetje een emmer. Een beetje een emmer, ja. En daaronder een capuchon, hè, dus een kap daaronder, om ook nog wel te beschermen. Dan gaan we naar de nek, dan zien we eerder een ringkraag. Dus ze gaan echt een kraag van ijzeren, metalen ringetjes dragen. En dan komen we bij het zware harnas. Ja. En het zware harnas was zelfs zo zwaar, leuk weetje, dat stel dat ze in battle of in slag waren, en ze vielen van hun paard bijvoorbeeld, dan konden ze dus niet meer rechtkomen. Ah, dus een beetje zoals een schildpad eigenlijk. Ja, zoals een schildpad. Ja, ze waren dan een beetje op hun rug gevallen of op hun buik, weet ik veel. Ja. Maar die raakten niet meer recht. Ja. Dus ze moesten recht gehezen worden, ook om op hun paard gezet te worden. Moesten die gehezen worden in hun paard. Dat is een hele constructie eigenlijk, dat je daarvan nodig hebt. Ik heb al medelijden met die paarden. Ja. Dat moet al een gewicht zijn, denk ik. Maar dus een heel zwaar harnas. Hè. Ja. En dan natuurlijk, qua wapens, meestal een zwaard. Een tweesnijdend zwaard. En we hebben nu net gezien met de samurai dat ze eigenlijk geen zwaarden hadden. Hè. Of als ze dat dan hadden, een tweesnijdend zwaard. Ja. Maar dus, is dat een zwaard? Ah nee, bij de samurai was het één snijdend zwaard. Bij de samurai was het één snijdend zwaard. Ja, excuseer, ik heb mij vergist. Ik was er dan nog aan het denken. Maar bij de ridders dus een tweesnijdend zwaard. Aha, oké. Okay. Ja. Onder hun harnas hadden ze een maliënkolder aan. Ja. Hè, ons al bekend, een maliënkolder. Metalen ringetjes. In elkaar was om zwaard steken enzovoort. En om jezelf te beschermen, een soort van... Ja. Moderne kogelvrije vest of een oude kogelvrije vest, ook al waren er toen geen kogels. Ik wou juist zeggen, ik denk niet dat veel goed gaat hebben tegen kogels. Nee, ik denk het ook niet. En dan helemaal van onder komen we bij de beenbeschermers, of ze noemen dat ook wel de cuisses, die beenbeschermers. Mooie Franse beenbeschermers. Frans altijd mooi.
Nu, welke wapens gebruikte die dan? Want ik heb je dan net het zwaard horen. Het zwaard, ja. Was dat dus dan ook effectief iets wat ze op het slagveld bovenhaalden? Onder andere, hè, op ja. het, onder andere gingen ze inderdaad de zwaarden bovenhalen, maar ook bijlen. Hè. Bijvoorbeeld okay, ook, ja. gingen ze bijlen of, we kennen het allemaal, een goeie dag. Hè, zoals ze dat hier zeggen, een goeie dag. En dan een bol met iemand zijn kop in. Inderdaad, ja. ja, ja, ja. Je zegt het heel plastisch, Niels. Ja. op zijn Antwerps moet dat soms eens lukken. Ja, het is dat. Maar dus ja, inderdaad, bijlen en zwaarden waren wel de voornaamste ja, wapens ja, ja. die ze gebruikten, ja. En hoe werd eigenlijk ja, de impositie binnen het leger, hoe werd dat dan georganiseerd? Ja, ja je moet eigenlijk inbeelden in zo'n slag of in zo'n grote battle met waar ridders bij betrokken zitten. Daar kan je eigenlijk zien dat er ja, een hele organisatie aan te pas gaat. Hè. Dus je ziet aan de ene kant ridders te paard. Hè. Ja. Dus diegenen die in hun paard moeten gehezen worden, die ridders te paard. Als ze dan op hun kampement, hè, want binnen een veldslag heb je meestal wel twee kampementen waar dat eigenlijk ja. al het materiaal wordt gebracht. Staan daar dan effectief kraamconstructies om die ridders in hun paard wel, te reizen? Dat weet ik eigenlijk niet. Ja. Dat antwoord ga ik u onbekend moeten laten, maar dat moet je zeker eens opzoeken. Zeker aan de luisteraars thuis. Dat zou ik zeker eens doen. Vraag deze aan dokter Google. die gaat dat zeker weten te zeggen. Maar interessante vraag, inderdaad. Ja, ja. Dus we hadden langs de ene kant die ridders te paard, inderdaad. Ja. Hè. En dan hadden we ook een zware cavalerie. Okay. Dus die cavalerie die kwam er ook bij kijken. En een infanterie die kwam er ook bij kijken. Dus we hadden eigenlijk zo drie soorten organisaties in zo'n een battle, of een slag, die ja, ridders ook gingen toepassen, of waar ook ridders aan te pas kwamen. En wat is dan eigenlijk het verschil tussen die ridders en die zware cavalerie? Want die zitten allebei wel te paard ja. en hebben alle twee wel een harnas aan. Ja, dat is waar. Ja. Ridders te paard, ja, dat zijn die ridders, dat is dan voornamelijk die adel. Ja. Dus we zitten dan bij die adel en die hebben het geld gehad om ja, die fantastische panzers te kopen, terwijl dat bij zware cavalerie misschien wel kon ontbreken, die zware panzers. Ja. Dus die gingen niet zo'n zware harnassen of zo kunnen kopen, ja. hè, want dat was natuurlijk wel belangrijk. Vandaar dat ook een adel klasse is, hè, die ridders, omdat die konden betalen. Die konden het harnas betalen. Dus de ridders, dat waren eigenlijk de zwaardere cavalerie. Dat waren er nog zwaardere cavalerie. Ja, inderdaad. En die konden ook melee. Hè, die konden op het slagveld terechtkomen en ook melee beginnen vechten. Man tegen man. Van paard af. Ja, van paard af. Echt opgeleid als krijgers. Opgeleid als krijgers, okay. ja, inderdaad. Ja. Oké, dus die manier van oorlogsvoering, dat is heel belangrijk. Maar ik neem aan dat die ridders ook wel iets anders deden dan constant vechten. Dus hoe zag hun, hun rol binnen de cultuur dan eigenlijk? Ja, ja. Nu, cultureel gezien, moeten we eigenlijk gaan kijken naar bijvoorbeeld toernooien. Hè. Ze gingen cultureel gezien gingen toernooien gaan voeren, waar ridders ook in mee gingen doen. Waarbij ze ook trouwens geld konden verdienen. Hè. Ik heb daarnet gezegd, zo'n uitrusting kostte heel veel geld, zeker in die tijd. En met toernooien te doen, konden ze eigenlijk geld winnen om zo hun panzers en zo te gaan kopen. Ja. Om hun leningen af te betalen. Ja, om hun hypotheken af te betalen, ja. Maar dus vanaf de 11e eeuw gaan we dus beginnen zien dat er toernooien gaan ontstaan. Steekspelen, lansen breken enzovoort. En dan zien we, dat zoals in de films eigenlijk, dat er twee paarden tegenover elkaar staan, met ridders op, met lansen. Een steekspel waar dat dan een volledig doorboord wordt door een lans. Ik ben blij dat je dat zegt, want eigenlijk is dat ook een soort van mythevorming. Oké. Want eigenlijk was de officiële wedstrijd van zo'n steekspel of een lansbreken, was het eigenlijk niet per se om de tegenpartij te doden. Aha, okay. Dat was eigenlijk niet echt de bedoeling. Geen gevecht tot de dood. Iets minder spannend. Ja, iets minder spannend. Ook al vond het volk dat wel heel spannend, maar het is inderdaad minder dramatisch dan we dat soms in films zien. Ja. Maar het is eigenlijk de bedoeling dat ze elkaars lans breken. En vandaar het spreekwoord de lans breken. Dus we zien eigenlijk degene die dat het langste eind van de lans heeft afgebroken, van de tegenpartij, die heeft eigenlijk gewonnen. Ja. Dat was onder andere een spel dat ze gingen spelen, maar dus niet met de bedoeling om echt de anderen anderen te doden. Ja, dat lijkt mij ook iets meer aangenaam om dan deel te nemen. Ja, inderdaad. Zonder de kans op dood. Ja, voilà. Nu, die toernooien die zorgden er ook voor dat adellijke families of de adellijke klasse bij elkaar kwam om te communiceren met elkaar of om te blenden met elkaar. Dus dat ging ook gediend worden daarvoor. Nu, naast die toernooien
cultureel gezien zien we natuurlijk ook heel veel mythen verschijnen. Ja, we hebben die superbekende ridder Lancelot, koning Arthur en zo van die dingen. Die gingen ze toen allemaal wel verzinnen. Dus de ridder werd echt zo een epische held, om het zo te zeggen. Een soort van Marvel-held. De ridder op het witte paard. Ja, inderdaad. Ja, zoiets. Ja. En, dus er gingen veel mythen verschijnen rond ridders. Ja. En die mythenverschijning, gebeurde dat dan tijdens de middeleeuwen of eerder achteraf op teruggekeerd? Alle twee. Ja. Alle twee. Dus het gebeurde inderdaad wel alle twee. Dus in de middeleeuwen werd die ridder ook wel verheven tot een soort van... Ja, volksheld. Een volksheld, ja. Een volksheld die veel kon en die veel macht had ook wel. Op het slagveld dan. Maar nadien kwamen er natuurlijk uiteraard nog mythen die er rond gebeurden. Hè. Ja. En die mythevorming, hoe heeft dat eigenlijk ons beeld van de ridders vandaag een beetje beïnvloed? Ja, ja. Hoe zien we ridders vandaag? Beste luisteraars, Niels, hoe zien we die vandaag? Ja, als de ridder op het witte paard, die de draak verslaat en de prinses uit de toren. Ja, inderdaad. Ja. We zien koene ridders die kunnen vechten als geen ander. Koene ridders, ook als de ridders van de ronde tafel, zo gezegd. Ja, ja. Dat is dan een deel van die mythevorming. Maar vandaar kennen we ook de ridders zoals we die vandaag kennen. Hun ijzeren harnas. Dat is het eerste. Als je aan leerlingen van het eerste middelbaar vraagt hoe ziet een ridder uit, ijzeren harnas is het eerste wat er gezegd wordt. Ja, ja. En het waren een beetje de zware mannen. En jullie kunnen dat niet zien, beste luisteraars, maar ik doe aanhalingstekens. De zware mannen tussen aanhalingstekens. Dus het waren echt de zware mannen van vroeger. Hè. Zo zien we die toch, denk ik. Ja, ja, ja. Wat ook niet helemaal onlogisch is. Het klopt ook wel, denk ik. Ja. Ze konden wel een zeer grote klap uitdelen. Ja, ja, zeker en vast. Ja. En buiten het slagveld. En buiten het slagveld ook. Ja, ja. Ja. Nu, vandaag, misschien ook wel interessant, zijn er nog ridders. Oké. Okay. Nu, niet meer zoals vroeger. Een beetje teleurstellend. Maar... Ja, inderdaad. Bijvoorbeeld Dirk Brosset, de dirigent van het Nationaal Orkest, die is overlaatst tot ridder geslagen. Dus je kan nog altijd wel tot ridder benoemd worden. Ja. Nu, Dirk Brosset, ik zie hem niet in zijn ijzeren harnas vooraan staan dirigeren. Ja, dat zou, het beetje zou raar zeer zijn. Interessant zijn. Maar ja, het is dus echt een riddertitel. In Nederland bijvoorbeeld ook de ridder in de orde van Oranje Nassau heb je ook nog. Dus dat is echt een titel die je nog kan bemachtigen. De ridders van de koning zullen dat De ridders van de koning, ja, inderdaad. Dus ridders zijn nog alomtegenwoordig, zal ik maar zeggen. Super. Ja. Ja. En weet je dan ook een voorbeeld van een bekende ridder? Want nu heel abstract van wat daar ridders zijn als concept. Maar zo één specifieke ridder waarvan je van denkt van dat is wel iets interessants, daar wilt de luisteraars... Willen die daar iets over meer over weten? Wel, Niels, ik was op zoek gegaan op het internet, op het wereldwijde web. Was ik op zoek gegaan en ook in mijn boeken. En ik kwam daar altijd één naam tegen. Ja. En die naam, het was niet echt een naam, maar het was een term, de Zwarte Prins. Oké. Okay. Ja, en de Zwarte Prins, zijn echte naam was Edward van Woodstock. Of Edward van Woodstock. Ja. En hij vocht voor de Engelsen, voor het Koninkrijk Engeland. En zijn naam kwam van de zwarte uitrusting. Hij had altijd een zwarte bepantsering aan enzovoort. En hij werd eigenlijk gezien als het voorbeeld van de ridders. Dus hij was echt de ridder die het heeft gemaakt. De ultieme ridder. De ultieme het ridder. Voorbeeld wat iedereen erop kijkt. Ja, een van de grootste in zijn tijd die het gemaakt had als ridder. Die fantastische veldslagen had gevoerd enzovoort. En heb je dan ook nog een voorbeeld van zo'n wereldberoemde veldslag waar dat ridders dan in hebben meegevochten? Ja. Ja. Ik ga het net zoals jij zeggen, hou je vast voor een fantastische veldslag. Ik hou mij vast. Dus, ze noemen het ook wel de slag bij Poitiers. Een heel bekende slag. De slag bij Poitiers was in 1356. En de Zwarte Prins, die ik net vermeldde, die was daar ook bij betrokken. Nu, we zitten in een 100-jarige oorlog. Dus je moet je inbeelden, 100 jaar oorlog moet verschrikkelijk zijn geweest. Hè. Dus we zitten in een 100-jarige oorlog. En we zien dat eigenlijk Engeland, het Koninkrijk Engeland, zich uitspeelde tegen het Koninkrijk Frankrijk. Dus die twee waren eigenlijk de grootste machten die tegen elkaar gingen strijden. Eigenlijk, hè. En we zien eigenlijk dat Frankrijk, daar zit Jan II, dus koning Jan II. En in Engeland zien we die Zwarte Prins. Hè. En we moeten een beetje inbeelden, background information. Ze hebben eerst een grote slag in Grecy gedaan, of in Grecy. En na die grote slag hebben ze eigenlijk beslist, we gaan eventjes een wapenstilstand doen. En we gaan diplomatieke onderhandelingen gaan voeren. Hè? Want die battle, het kost ons te veel geld, te veel verliezen. We moeten dat hier diplomatisch gaan oplossen. Nu,
Zoals heel dikwijls in de geschiedenis, Niels, hè, wij weten dat, we hebben daarover gestudeerd allemaal. Hè. Zo'n wapenstilstand en diplomatieke onderhandelingen, dat werkt niet al altijd. Hè. Dat werkt niet altijd. Dus de Engelse koning, wat doet hij? Die stuurt de Zwarte Prins de Noordzee over naar Frankrijk. En die gaat op pad om het te gaan oplossen. Hè. Dus de Engelse koning stuurt zijn zoon, de Zwarte Prins, op pad. En die gaat daar eens eventjes het heft in handen nemen om daar alles te gaan oplossen. Frankrijk kan de boom in, om het zo te zeggen. Nu, Edward, die Zwarte Prins, die heeft een aantal heel bekende, doorheen Frankrijk heel bekende en goede veldslagen of succesvolle veldtochten voltrokken. Hè. Maar dan komen ze toch elkaar tegen. Dus Jan II, die had zichzelf eigenlijk al een beetje achtergehouden, maar toch op een bepaald punt staan ze met twee op een slagveld. Of op een veld. Het was nog geen slagveld. Het slagveld moest nog komen. Dus ze staan op het veld en je moet je inbeelden, we zien twee grote legers, duizenden manschappen tegenover elkaar. Aan de ene kant zien we Jan II achter zijn leger en we zien aan de andere kant, op de heuvel, Edward van Woodstock, de Zwarte Prins in zijn grote zwarte harnas, met zijn leger die naar elkaar aan toe kijken. En ze kijken oog in oog naar elkaar. Dus je moet je inbeelden, die staan tegenover elkaar en je voelt de spanning snijden. Ze gaan nog naar elkaar toe. Een bisschop gaat naar Edward van Woodstock om nog te gaan kijken. Hey, willen we het nog niet stoppen? Hey, we kunnen nog terug. Hey. En de Zwarte Prins zegt, nee man, gaan we niet doen. Niet zo. Dus die trekken terug. En dan weten we eigenlijk al dat de slag gaat beginnen. En we voelen de spanning snijden. En we zien dat ze naar elkaar toe aan het stappen zijn. Dus ze beginnen op een bepaald punt naar elkaar toe te lopen. Er is een cavalerie, er is een infanterie die naar elkaar begint toe te stappen. Er is een gigantische aanval. Zoals het net zei, een gekletter van zwaarden. Een gebrul, een geroep van die manschappen die aan het sterven zijn of die aan het vechten zijn. En we zien echt dat het in de soep aan het lopen is. Hè. En we zien dat dus de zoon van de Frankrijkse koning, van Jan II, dat die ook in de battle wordt gesmeten. Hè. Maar op een bepaald punt zegt Jan II, ho, trek mijn zoon maar terug, leg die maar naar achter. Ik kom naar voren. En dan zien we eigenlijk dat de Zwarte Prins tegenover Jan II stond. En toen, is er toch iets gebeurd. Jan II, die heeft het nog wel gehaald, maar die is wel gevangen genomen. Hè. Dus die is daar naartoe gegaan. Er is een hele man-tot-man gevecht gebeurd. Hè. We moeten inbeelden, dat gekletter van die zwaarden, man-tot-man gevechten. En we zien eigenlijk dat Jan II het opgeeft. Hij zit in zak en as en al zijn manschappen van Jan II van Frankrijk trekken zich terug. En de Zwarte Prins neemt Jan II gevangen. En dat is de slag bij Poitiers in 1356. Dat was eigenlijk een van de grotere veldslagen die grote ridder, de Zwarte Prins, heeft gevoerd. En heeft meer dan ook geleid tot zijn mythevorm. Oké. Voilà. Echt een slag dat echt spectaculair eindigt. Ja, echt wel. Ja. En heeft ook wel geleid tot ontwikkelingen die we tot dag van vandaag nog zien in onze maatschappij en in ons Europa-vorming. Echt enorm van belang dus. Ja. Wist je dat? En heb jij voor mij dan ook nog een aantal wist je datjes? Ik heb nog een aantal wist je datjes voorbereid. Nu, het was heel tof om wist je datjes op te zoeken, want er zijn echt wel een aantal heel speciale, en dan zeg ik echt wel speciale, wist je datjes van ridders. Mijn verbeelding schiet al alle richtingen uit. Ja, inderdaad. Ja. En terecht, want let maar op. Nu, zoals jij daarnet zei bij de samurai, zij hadden een soort van codeboek of een regelboek waar ze zich aan moesten houden. Ja, de Bushiro. Wel, bij de ridders hadden ze ook een handboek. Ja. En dat was ook een interessante naam? Of, Dat was eigenlijk gewoon dat handboek, het handboek voor de echte ridder. Het was bijna een ridder voor dummies. Het was zo. De echte ridder van Daniel van Beckles. Dat was een handboek die de ridders hadden. En daar stond onder andere in, wist je dat de ridders niet mochten jagen op vlooien op hun armen of borst in het bijzijn van hun beschermheer of de bediende in de zaal. Dus dat was blijkbaar iets
een ding. Okay. Als je aan tafel zat, dat je achter vlooien ging jagen. Allee, dat kan behoorlijk ongemakkelijk worden, Ik vond het heel speciaal. Ja, ja. Een tweede quote die in dat boek stond, ook weer een wistje datje. Als er twee mannen op het gemak zitten, mag de een niet opstaan terwijl de ander nog bezig is. Ja, en het gemak in deze geval verwijst dan naar... Het toilet. Het toilet, oké. Ja. Ja, de ontlasting. De ontlasting. Ja, ja. Stond dus in die boek, in dat boek. Ja, ik vond het wel waard om het te vermelden. Ja. Ja. Goed. Wist je dat, Niels? Een ridder in harnas, en vooral de zware varianten die bij toernooien werden gebruikt, vaak op zijn paard moest gehezen worden. Dat had ik daarnet verteld. Dat heb je daarnet dat hij vaak op zijn paard moest gehezen worden. En, nog een laatste, wist je dat? Ik heb er vier, ik heb een bonus. Wist je dat? De oorlogen kort duurden in die riddertijd, omdat de ridder eigenlijk maar 40 dagen per jaar voor zijn heer hoefde te vechten. Oké. Okay. Dus ja, oorlogen duurden maar kort eigenlijk. Hè. En die regel die beperkte ook het bereik van een leger. Ja. Dus voilà, was ook nog een wist je datje. Oké, okay, super. Hierdoor. Langer dan 40 dagen reizen was dus niet het geval voor die ridders. Nee. Ridders versus samurai. Oké, okay, ja, en dan komen we eigenlijk een beetje bij het slot van de algemene kennis. Ja. We gaan onze kennis bundelen, Niels. Ja, we gaan eens een keer kijken wat we hebben gekregen of wat we hebben geleerd van elkaar. Ja, hè? Wat dat ik als eerste wel gemerkt heb bij uw uitleg van de ridders, en een beetje tegelijk met de samurai, is dat ze alle twee ook echt wel verbonden waren met die adelstand. Mm-hmm. En dat ze ook alle twee krijgers te paard waren. Ja, ja, krijgers te paard, inderdaad, van de adel. Hè. Dus inderdaad, zijn al twee gelijkenissen die mij inderdaad ook wel direct opvielen. Ja. Ja, ja. Als ook hun rol binnen oorlogsvoering. Hè. Ja, dus we zien, inderdaad. Ja. Echt als die elite-krijgers dat te paard het leger ten hulp konden schieten. Allee, nu niet zozeer ten hulp konden schieten, want dat is een beetje mythevorming. Maar ja, echt die elite-krijgers dat ook een beetje de leiding gaan. Ja, 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 ja. Ja. Ja, zeker en vast. Ja, ja. Dus oorlogsvoering zitten we ook wel... Een beetje op dezelfde lijn. Een beetje op dezelfde lijn, ja, 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 echt wel. En als ook, ja, waren ze alle twee geletterd. Hè. Dus waren alle twee wel... Of alle twee de partijen waren wel... Ja, geleerd, zal ik maar zeggen. Ja, dus, poëzie, schrijven, ja, lezen. Inderdaad. Ja, ja, echt iets wel. Iets wat niet veel mensen konden in die tijd. Dus nee. Ook inderdaad wel een beetje verbonden met de adelgedeelte van hun stand. En ja, er waren natuurlijk ook wel een aantal verschillen. Ja, zeker. Een van de eerste dingen dat mij natuurlijk wel opviel, en waarschijnlijk de luisteraars ook al meteen opviel, we zitten hier echt in twee volledig andere gebieden. Continenten en culturen ook. Andere mentaliteiten en zo. Ja. Dat kleine eilandje, Japan, en dan het grote Europese vasteland. Dat is een heel andere context. Ja. Ja, en ik dacht, een van die grootste verschillen is toch ook de uitrusting, Niels. Ja, ik denk, ridders, we hebben het gezegd, zware harnas, maar echt heel zwaar bepantsering. En die samurai, dat is echt heel licht, waar ze heel snel in kunnen bewegen eigenlijk. Ja, ja, inderdaad. Hè. Het moest vinnig gebeuren. Hè. Ja, inderdaad. En aan mentaliteit vond ik ook wel een groot verschil, want qua mentaliteit zitten we toch wel op een andere lijn, denk ik. Ja. Ook omdat het twee verschillende, totaal verschillende culturen zijn. Ja. Ik denk dat samurai een veel rustiger en... de rust bewaren mentaliteit. Dat zou ik niet direct zeggen. Dat is misschien wel later gekomen met de integratie van dat zen-boeddhisme in die Bushido-code. Okay. Maar in het begin was dat echt hevig. Ah ja, oké. Okay, dat kon echt explosief en zeer agressief zijn. Dat is dan misschien toch nog het beeld dat ik toch nog een beetje heb gezien. Ja, beeldvorming. Heel belangrijk. Ja. Nu nog een groot verschil, denk ik, is dat de samurai veel langer relevant zijn gebleven. Hè? Ja, inderdaad. Want... Ridders, dat stopten uiteindelijk wel op een bepaald punt. We hebben net gezegd, hedendaags kunnen we toch nog wel op ridder geslagen worden. Maar samurai zijn nog wel veel langer relevant gebleven, denk ik. Ja, want dat is echt een heel lange tijdperiode. Want we spreken hier vanaf die Asuka-periode, die dat begonnen is in 538 na Christus, tot de Meiji-restauratie eigenlijk in 1912. Dat is echt... Een gigantische tijdsperiode, dat die toch wel een heel grote culturele relevantie hadden ook. Oké. Okay. Was een beetje onze vergelijking. Ja. Het was wel interessant om te kijken dat er toch wel een hoop verschillen, een hoop gelijkenissen zijn, maar ook wel een hoop verschillen. Ja. Vond ik wel interessant om te zien. Ik had het wel verwacht dat er zo een aantal verschillen gingen zijn, aangezien dat we echt heel verschillende culturen spreken. Maar ik vond dat er toch nog wel een aantal heel interessante gelijkenissen waren tussen. Zeker en vast. Ja. De slag om de kennis. En dan nu, de grote slag om de kennis. We gaan onze kennis een beetje proberen te testen. Wie heeft er het beste geluisterd? Wie heeft er het beste opgelet, inderdaad. Ja. Heel kort gaat het zo. Als je een vraag juist hebt beantwoord, gaat je dit geluid horen.
En als je een vraag fout hebt beantwoord, dan hoor je dit geluid. Oh. Inderdaad. Oké. Goed. Niels. Zal ik beginnen? Start met uw vragen, zou ik zeggen. Vraag. Okay. Test mijn kennis. Ja, al mijn vragen, dat zijn juiste of fout vragen. En we gaan beginnen met misschien een makkelijke vraag, als je goed hebt opgelet. En dat is... Stelling, hè. Het meest gebruikte wapen van een samurai was de katana. Is dat juist of is dat fout? Dat is fout, Niels. Ah, en dan mag je ook nog eens uitleggen waarom dat fout was. Omdat dat een soort van mythevorming was, denk ik. Dat, ja, dat de samurai zwaar ging gebruiken. Maar dat ging eerder later, denk ik, gebruikt worden. Ja, of, of niet? Nee, of... je zit inderdaad in de juiste richting. Okay. Dat is inderdaad een beetje die context van dat slagveld, waar dat die katana eigenlijk niet genoeg lengte had om iets nuttigs... te doen. Dus je maakt meer gebruik van jouw speren en speren groter... met grote... Ja, juist. Dus die naginata in plaats van de katana. En die katana werd later wel gebruikt door samurai tijdens die Edo-periode, waar ze geen krijgersrol meer hadden. Top. Alright, dat is al één correct antwoord. Vraag nummer 2. Je kan enkel een samurai worden als je van adellijke afkomst was. Is dat juist of is dat fout? Dat is fout, want je kon ook niet uit een adellijke stand komen en toch samurai benoemd worden. Inderdaad. Want er was zelfs een Nederlander die samurai benoemd was. Heel goed. Alsjeblieft. Dat was nog een voorbeeld dat ik wou aanhalen. Inderdaad, hè, vooral tijdens die latere periodes is dat gebeurd, dat de keizer of de shogun, dat die eigenlijk mensen aanstelde binnen die samurai-toestand. Sumo-worstelaars konden dat ook worden trouwens, als ze grote wedstrijden wonnen. Misschien nog een leuk weetje daartussen. En als laatste, samurai waren de enige mensen die wapens mochten dragen. Doorheen de geschiedenis. Oef. Is dat juist of is dat fout? De moeilijkste van de hoop. Wel, Niels, ik heb geen idee. Ik ga gewoon gokken. Is het fout? Het is... inderdaad... fout. Dramatische pauze. Ja, dramatische pauze. Nee, het is eigenlijk een beetje een strikvraag, want het is deels correct en deels fout. Want tijdens die eerdere periodes was dat echt totaal niet geregeld van wie er wapens mocht dragen en wie dat niet mocht doen. Maar tijdens die Edo-periode, waar dat, de samurai echt die culturele rol wat opnamen, waren zij ook wel de enigste dat wapens mochten dragen. Dus dat is echt een privilege van de samurai tijdens die Edo-periode, die 200 jaar vrede. Oké, ja, cool. Ik had er toch... Twee van de drie juist. Twee van de drie juist. Dat is er door. Okay, dat is geslaagd. Ja, ik ben blij. Goed, mijn vraag over de ridders. Okay. Niels, ben je klaar? Ik hoop het. Voor de Clash of the Kennis. Oké. Ik begin met mijn eerste vraag. Vraag 1. Wie was de bekende prins waarover ik het had en tot welk land behoorde hij? Dat was de Zwarte Prins. Heel goed. En hij was een Engelse ridder. En hij was volgens mij ook de zoon van de Engelse koning. Inderdaad, ja. Van maar de zoon van de Engelse koning. Hoe dat hij heette, want dat ben ik een beetje vergeten. Edward van Woodstock. Edward van Woodstock. Ga ik jullie vertappen, ja. Ja, oké. Dan, vraag 2. Ridders moesten een jarenlange training ondergaan. Hoe lang waren ze in de leer? Oh. Ik weet dat ze vanaf 14 jaar begonnen. Ja. Was het dan effectief 14 jaar dat ik trainde? Het was effectief 14 jaar. Ja, zeker en vast. 14 jaar. Juist. 14 jaar, ja. Right. Al goed op weg, maar let op. Oké, ik ben aan het opletten. Dan, je herinnert het misschien nog wel. Ja. Als er twee mannen op het gemak zitten, wat mag je dan volgens de riddercode niet doen? Als één nog bezig is met zijn behoefte, dan mag je de ander niet recht staan. Oké, dat is hem. Ja, zeker en vast. Okay. Ben ik geslaagd hier? Jij hebt 3-3. Niels is officieel gewonnen. Jij hebt het ook behoorlijk goed gedaan, want er is echt wel een duidelijk verschil van voorkennis. Want ik denk, Japanse geschiedenis is dat toch net iets meer niche dan maar de Europese ridders. Echt wel. Oké, dan gaan we het hierbij laten, want we zouden nog heel lang kunnen doorgaan, denk ik. Dat denk ik ook. Maar dan gaan we het hierbij laten. Wij zouden jullie heel graag willen bedanken voor het luisteren. Inderdaad. En ik hoop dat het interessant was. Ik hoop het ook. Ja, ik vond het alleszins al interessant, Niels. Eens gelijk. Heel leuk. Dan zien wij jullie graag tot een volgende... Vroeger was het... nu goed? 1, 2, 3. Vroeger was het beter. Oké, dankjewel.